En toen mocht ik opeens heel erg gaan opschieten. De Terrible Twins zijn weer herenigd. Wij hebben de aflevering eigenlijk toch maar helemaal afgekeken. En dan ga je daar helemaal ruiken en dan wordt die trek meer en meer. Daar ligt te slapen, hè? Ja. Oh, ik heb echt veel zin. Deze zondag. Ik weet niet of jullie me horen, maar ik mag de dag weer beginnen met Sarah's nieuwe lievelingsliedje. Ja, dit gaat dus heel de dag elke keer zo. Dit nummer moet met alles op. Ik heb echt een gedroomd, zodat ik bij de oh, echt. Nou, dat is een leuke droom geweest. Die herrie uit! Nee. En toen mocht ik opeens heel erg gaan opschieten. Sarah belde net en we zouden eerder later daar naartoe gaan. Maar Shaina wil naar de vader dadelijk. Want die zou eerst werken, maar die was onverwachts toch vrij. Dus dan moeten we vroeger afspreken. Maar Sarah was al klaar en ik niet. Dus die zei al, anders kan ik ook wel naar jou komen. Ja, Sarah en ik zaten allebei nog in ons pyjama alles. Dus Sarah die heeft zich eerst klaargemaakt. Die doet ze namelijk 's avonds en ik 's ochtends. Ik zeg hem, dan kan jij de deur open doen. Wat zeg je? Oh, ze zijn er al. Ik zeg dan, kan jij de deur open doen als ze er zijn? En dan ga ik daarna douchen, want als we allebei bezig zijn is het niet handig. En dan horen we het misschien niet. Dus ze zijn er nu ook al. Maar dat wisten ze, dat ik dan nog bezig zou zijn. Maar dan kunnen die meiden van spelen. En ik doe even heel snel een klein beetje make-up op mijn haar. Of mijn haar. Op mijn hoofd. Dit een beetje fixen. En mijn haar een beetje normaal. En dan ja, gaan we even gezellig doen. Even heel snel klaargemaakt. Echt een 2 minuten make-upje en haar. Trui is van Villa. Broek partout. En ik heb lekker mijn sokken aan. Want ik ga nu natuurlijk de deur niet meer uit. De Terrible Twins zijn weer herenigd. En zijn nu niet zo terrible, maar dat kunnen ze wel zijn. En Sarah heeft een nieuwe jurk aan. Hij is echt superleuk. Met een majo kan hij nu. En zonder is hij lekker voor de zomer. Sta ik ervoor, Shaina? Nee. Oh, je ging alleen maar opzij. Ik ben al weg. Er zijn allemaal van die grappige en gekke dierenfilmpjes. Maar dit is Catland, maar dit zijn honden. Dus dat klopt niet helemaal. Ik ga nu lekker even, en ik ben nu al even, lekker kopjes aan het eten. Saraya en Shaina zijn weg. Al heel lang. En, nou, dat valt wel mee hoor, ze zijn net weg. Maar goed, ik heb even net een paar dingetjes snel opgeruimd. Dus Sarah heeft even een fashion tekening gemaakt. Dus we gaan even een heel klein stukje de Bellinga's kijken. Oh, gaan ze... Nou, ik zei 10 minuutjes en hij duurt nog 10 minuutjes en een paar seconden, dus... Precies deze aflevering, hè? Dat komt wel mooi uit. Nee. Zij vindt het helemaal geweldig. En ik heb natuurlijk beloofd de verhuisreeks te kijken. Tot aan de grote home tour, hè? Ja. Tot daar kijken we hem. Ja, nee, dat had ik gezegd. Dan is het wel weer helemaal klaar. Dit vind ik door het onderwerp wat interessanter. Want het is ik vind het ja, soms een beetje kinderlijk en herhalen. Maar de verhuisreeks vind ik dan wel leuk. Dus die kijken we dan lekker samen. Ja. En daarna gaan we weer wat doen, hè? Ja. Wij hebben de aflevering eigenlijk toch maar helemaal afgekeken. Want we kwamen erachter dat we de verkeerde aan het kijken waren. Want we hadden zoiets, hey, dit hebben we al gezien. Dus, en die andere duurde nog iets langer. Dus, maar we hebben gewoon even gekeken. En nu, wat ga jij doen? Fietsen met mijn pop. Hij fietst met je pop buiten. Ja. Oh, dat is leuk. De vriendinnetjes zijn er allemaal niet. Dus ja, ze moest iets verzinnen om zichzelf te gaan vermaken. Nee, dat is goed. En ik heb ook een smurfkind. Oh, heb je een smurfkind? Laat zien. Laat zien. Oeh, Alexander. Hallo, Alexander. Dat is mijn kleinkind. Ook. Ja, die heeft hem vorig jaar gekregen. En ik heb een kleine nog. Oh, nou, de meisjes bedoel ik. De meisjes. Daar ga ik voor sparen. Dan moet je heel hard gaan sparen. Ja, dan ga ik sparen. Nou, doe je wel even een warme jas aan, want het is niet een super warm jurkje. Een warme jas? Nee, een warme jas. Oh.
Of de rode of de beige? Nee, die vind ik niet warm genoeg met die. De beige, die ene blauwe, want die andere is de rits van kapot. Maar ja, die pas je ook bijna niet meer. Dus ik had ook eigenlijk ook niet heel veel zin om te gaan maken. Moet even kijken wat ik daarmee ga doen. En wel goed dicht, want het is niet super warm. Nee, mag ik dan maar... Jij mag iets nog? Ja, even. Kom. Mama. Wat zeg ik altijd? Ga nooit weg zonder een zoen, want je weet nooit... Of je het over zult doen. Juist. Dit geeft mij gelijk tijd om even op te ruimen. En wat dingetjes ook te doen die iets minder fijn zijn als Sarah erbij is. Want bepaalde dingen, als je moet opruimen, dan is er... Nee, ik wil niet dat dat weggaat. Of wat dan ook. Dus dat is heel fijn als er een buiten aan het spelen is. Ik ga even de pan afwassen, die had ik gisteren bewaard. En Sarah die mag vooral vaak in het weekend wat lekkers van gisteren opwarmen als dat een zichte lunch is. Waar we net achter kwam is dat die hele poppenstoel zeik nat is. Heel erg nat is. Mag ik twee velletjes van kakapapier? Ja, als het nat is mag je het gewoon in de blauwe bak bakken. Alsjeblieft. Ja. Dus ik ga even die dingetjes allemaal doen en dan heb ik dat ook weer gedaan. Het is trouwens best wel lekker weer even nu. Vanochtend regende het heel erg. En nu schijnt er wel een zonnetje. Het is trouwens wel heel koud buiten, dat wel. Ik heb allemaal dingetjes kunnen doen. En het is hier echt een herrie. De vaatwasser staat aan, de oven staat aan, alles staat aan hier. Maar ik ga even kipjes in de oven gooien. Die moeten natuurlijk wel een stuk langer in voordat ik ga koken. Want de schaal even voorvormen, een heel klein beetje vet. Doe ze in de oven zodat ik zo min mogelijk vet gebruik. Alleen... helemaal niks in doen, dan pakt het natuurlijk verschrikkelijk aan. En dat is ook niet lekker. En ik heb deze keer bouten. Oh, ze zitten helemaal in elkaar verstrengeld. Dus hoe krijg ik dit eruit zonder om helemaal vies te maken? Dat is onmogelijk. Kijk, ik heb lekkere bouten voor karapoten. Ik denk, ik ga dit keer voor deze. Nou, mijn hele hand zit dus nu helemaal onder. En ik vind marinade altijd zo... En je handen, maar goed. Zo, die kunnen er ook in. Even mijn handen wassen, want dan kan ik de schaal in de oven zetten, want hij is natuurlijk heet. Dus anders kan ik mijn handen niet aan. En ik heb niet zo zin in brandblaren op mijn handen. Maar even de wekker zetten en dan zo meteen ook gaan koken, maar daar heb ik nog wel even voor. En dan laat ik de stoor nog even draaien aan het ruiken en zo. Eerst even beginnen met garen. Ik heb hier echt wel zo'n trek in en dan ga je daar helemaal ruiken en dan wordt die trek meer en meer. Dus ja, ik ga niet wachten. Ik ben aan het koken, maar ja, ik kan niet heel de tijd wat doen aan het eten. Dus toen bedacht ik me dat ik deze kussens even daar ga zetten. Daar. Want dan staan ze iets minder in de weg. Dat is echt dat hoekje tussen de eettafel en de kast. En dat ik daar dan gewoon één grote stapel van ga maken. Een goede stevige stapel. Want dan kunnen we in ieder geval weer normaal die kast in. Dat gaat natuurlijk nu niet. En dan, ja, we moeten natuurlijk wachten. Eerst moet de schutting komen, dan moet de schutting geplaatst worden. Dan weten we precies, want er zit nog een beetje twijfel in bepaalde dingen. Hoe we de schuur dan willen precies. En als dat dan staat, dan kunnen die kussens in de nieuwe schuur. Want die oude gaat natuurlijk weg. Dat heeft ook te maken met de vocht erin en de ruimte erin en heel verhaal. Maar ja, pas als het echt allemaal staat, kunnen we het goed meten. Dus dan weten we het helemaal precies. En dat heeft ook te maken omdat we een deel van de schutting tegen een schutting van een buurman moeten leggen. En... we niet helemaal weten hoe we uitkomen, hoe breed en diep dat wordt. Dan moeten we ook nog de poort hebben en we gaan het konijn ook anders plaatsen. En ja, pas als die schutting geplaatst is, kunnen we dat echt precies uitmeten. Dan weten we hoe we uitkomen. Oh, ik denk ik ben klaar met alles plaatsen. Dat is niet waar, want ik had de stapel op de bank gelegd. Die moeten er ook nog op. Maar ik denk, dan heb ik voor nu in ieder geval hier weer even een normale ruimte. En dan moeten dit toch nog een paar weken door. Dus ja, ik moet toch even iets verzinnen. En als ik ze in deze schuur gooi, dan kunnen we en de schuur niet meer in, want die is te vol. Oh, dat is Sarah. En
Dan gaat het gewoon helemaal kapot van het vocht. Oh, verder nog een lukje. Zo, dit staat hier. Sarah ligt te slapen, in ieder geval. Sarah ligt op bed. Dat is een heel groot verschil. En iedereen die Sarah persoonlijk kent weet het. Want Sarah kan er heel lang over doen voordat ze ook daadwerkelijk slaapt. En ik ga even editen, want ik moet... Ik lig een beetje achter. Want ik heb natuurlijk gisteren ook niet geëdit. En ik moet er even bij komen. Want aankomende week wordt ook best wel druk. Dus als ik het nu niet bijwerk, dan ga ik echt sowieso helemaal achter liggen. Dus daar ga ik me nu voorlopig even flink mee bezighouden. Hallo. Hallo. Dan kunnen we een beetje bellen. Als het niet thuis komt. Oh, ik heb echt veel snel met Denise aan de lijn gezeten. Ik heb wel bijna anderhalve vlog geëdit. Eentje staat nu te uploaden. En ik heb aardbeidjes voor mezelf gemaakt. En ik ben nu even aan het wachten tot deze klaar is. En dan kan ik zo naar boven gaan. Maar normaal, sinds ik over ben gestapt van internet, is die heel snel. En deze doet er echt heel lang over. En waarom, snap ik niet. Hij is niet extreem lang of een groot bestand. Maar hij is echt traag. En ik wil echt gewoon op tijd naar boven gaan. Ik baal zo. Het duurde zo verschrikkelijk lang voor die vlog online stond. Maar ik wilde hem wel echt online hebben. En ik wil altijd gewoon mijn computer uit kunnen zetten. Als ik ga slapen. Dus hij staat pas net online. En het is al net iets over 12. Oh, en ik wilde echt zo graag gewoon voor 12 naar bed. Maar goed. There are worse things in life. Dan morgen een drukke en vooral bezige dag. Dus ja, ik wilde eigenlijk echt wel op tijd slapen. Ik heb net wel even een kort to-do-lijstje gemaakt voor morgen. Ik denk, laat ik dat vooraf doen en dan gewoon echt opzetten van dit. Moet wel echt gebeurd zijn en dan voor de rest eigenlijk niet te veel. Als ik water over heb, gooi ik het er altijd bij planten. En dan spoel ik water weg en dan gooi ik er daarna weer water in. En dat vind ik zonde. Ik ben de laatste jaren steeds bewuster geworden van wat je gebruikt en verbruikt. En dat we heel veel onnodig weg doen. En hoe meer ik daarover na ga denken, hoe... Ja, bewust dat ik daarmee bezig ben. Dus ik spoel nooit een glas water gewoon weg. Een glas water kan je ook bij de planten gieten namelijk. En dan vergeet je ook minder je planten water te geven. Dus dat is ook weer een mooie bijkomstigheid. Ik heb hier trouwens een heel zo goed plekje ontdekt voor mijn camera. Af en toe moet je echt plekjes ontdekken in je huis. En soms dan heb je een plekje waar je nooit over na hebt gedacht. Dat je later opeens denkt, hey, dit werkt. Maar goed, ik ben dus steeds bewuster met dat soort dingen bezig. En ja, het slaat nergens op om water weg te spoelen. Om daarna water te pakken, om het bij de planten te gooien. Dan kan je net zo goed, als je nog wat over hebt, dat gelijk doen. En dan vergeet je het niet. En ik weet niet, dat ik sommige dingen heb gezegd, maar ik wist niet meer waar ik was. Nu even heel snel, even ergens nog een kant. En dan lekker snel naar boven. Alles staat weer waar het soort van moet staan. Dus ik ga snel slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneer hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei. En morgen wordt een leuke dag. Hoop ik, denk ik.